DuPont die vond ook nog plastic en nylon uit. Hennep is ook een plastic vervanger. De eerste auto van Henry Ford die was gemaakt van hennepplastic. 10 keer sterker dan staal. En eigenlijk is dat de grootste misdaad tegen de mensheid ooit geweest. En of we nu willen of niet, vroeg of laat, we zullen dat recht moeten trekken. Als jij dingen gaat produceren zoals plastic, wat niet recyclebaar is, dat is echt misdadig. PFAS, gerelateerd aan 7 kankersoorten, zitten ieder levend wezen op dit moment. En PFAS, waar komt dat uit? PFAS, dat is van de Tefal, dat is van DuPont. Ja, het is dermate misdadig. Het is nu gewoon op de televisie, hè? Ze zeggen het openlijk. Nou, daar ben ik ook nog een half jaar heb ik voor de deur van de Tweede Kamer gestaan in Den Haag. Maar dat heeft me ook niet veel gebracht. In die periode dat ik daar stond, kwam ik erachter dat wordt een toneelspel opgevoerd. Dat wij moeten geloven dat we in een democratie leven. Kijk eens wat Baudet allemaal mag zeggen, wat Gideon van Meijer allemaal mag zeggen. Moet je kijken, hè. Bureau Tau, het adviesbureau van het milieuadviesbureau van de regering, die adviseert gronden die vervuild zijn met PFAS om die schoon te maken met hennepplanten. Je kunt nooit ergens meer uithalen dan wat erin zit. Dat klopt niet. Omdat het bij mensen zo'n overtuiging geworden is, die beginnen er ook helemaal niet aan. Want dat kan niet. Je bent gek. Bestaat niet. NASA heeft in samenwerking met Boeing heeft een machine ontwikkeld van 5 megawatt. Daar kun je een hele stad mee van energie voorzien. Op basis van nitinol. Congressen over de hele wereld. Van dit gaat de wereld vrijmaken van fossiele brandstof. Mensen van de Wereldbank. Reportages van CNN. Nou, niet de meest betrouwbare omroep. 1970 praat ik over. Hè? Gewoon dus 50 jaar geleden. En het is weg. Ik kijk naar een toneelspel. Dat is best soms hilarisch. He, wat ze ons allemaal proberen wijs te maken. He, 9-11. Gewoon iedere wie een beetje verstand heeft van bouwkunde, architecten, constructeurs, iedere timmerman, die weet wat daar gebeurd is. Dat je alleen maar een gebouw stort in elkaar en je houdt alleen maar stof over. Ja, dat kan niet, hè? Dag allemaal, we zijn hier weer met een spetterende aflevering. En waar zijn we nu aanbeland? In het mooie Groenlo. Nou, eventjes een klein stukje. We waren verkeerd gereden, hadden een uur vertraging. Ik weet niet of ik het mag zeggen van mijn pa, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En we zitten hier al 2 uur te kletsen met Hans Kamperman. Die man die vertelt vol passie wat hij allemaal doet. Dus daar gaan we nu een gesprek mee voeren. Wil je meer weten ook over onze website? Kijk gerust op www.zelfwerkzaamheid.com. En wil je dit bericht delen, dan vinden wij dat heel fijn. Enjoy, want er zal heel veel informatie en vooral liefde en ja, worden gedeeld. Hans? Ja, het is wel mijn ding om te delen wat ik te vertellen heb eigenlijk. Het is een beetje mijn ding geworden gewoon om mensen los te maken van het systeem. Dus met energie, gewoon vrije energieoplossingen, vrije energiebesparingen. Gewoon wat heel veel mensen die
Die hebben gewoon geen idee. Die denken van Vattenfall of Rattenfall, hoe je hem ook noemt. Die biedt mij een contract aan en dat moet ik doen. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om... gemiddeld kun je energierekening met de helft misschien wel meer omlaag krijgen. Zonder dat je echt iets doet. In de vorm puur op... In het afsluiten van het contract. En daarnaast zijn er ook een hele hoop dingen, gewoon alternatieven waar je mee kunt besparen. En uiteindelijk ook de vrije energieoplossingen waar we heel dichtbij zijn. We zijn afhankelijk gemaakt van energie. We zijn afhankelijk gemaakt van voedsel. Nou, dat is ook mijn ding om met elektrocultuur. Ik heb zelf een piramide in mijn tuin, 5x5. Nou, daar groeit zoveel, dus op die 25 vierkante meter, daar kunnen wel 4-5 gezinnen van leven, gewoon als je dat goed aanpakt. En ik ben een hennepactivist, ooit door mijn veroordeling van 5 plantjes in mijn tuin, waar een vriendin van me, die had bij 10 mensen overal 5 plantjes uit staan en zij hielp daar mensen mee met medicinale wietolie en ook 5 plantjes bij mij. Toen ze mijn plantjes geoogst waren, die waren ook wel een beetje groot geworden, moet ik eerlijk zeggen. Maar iedereen die denkt van 5 planten mag, maar er mag helemaal niks. Dus je werd opgepakt? Ja, ik werd opgepakt en ik was me echt van geen kwaad bewust. Want ze zei, nou, je hebt recht op een advocaat. Ik zei, ik wil toch alleen maar goede dingen doen, dus waar heb ik een advocaat voor nodig? Nou, allemaal verhoren. Na 2 dagen werd ik weer vrijgelaten. Toen sla ik de krant op en er staat... Wietplantage opgerold in een rustige villa-wijk, in een oase van rust, waar alleen maar rijke ondernemers wonen en mensen met heel veel geld. En dat verwacht je toch niet, dat verwacht je toch alleen in woonwagenkampen. Pagina groot, hè, in de Gelderlander. Nou, vanaf dat moment gewoon wist iedereen in Groenlo, plaatsje van 10.000 mensen, hoe ik aan mijn geld gekomen ben. Welk jaar was dat? Dat is in 2017 volgens mij. Daar kun je niet tegen verweren. Dus vanaf die tijd loop ik nu als Pablo Escobar door Groenlo. Met al mijn goede bedoelingen. Maar dat mondde uit tot een rechtszaak. En toen heb ik heel veel onderzoek moeten doen. Voor die rechtszaak. Dat het medicinaal was. Maar ook dat het tijdens onderzoek bleek. Ook gewoon de waarde van die plant. Gewoon waarom dat die illegaal geworden is. In de jaren 20 leefden we in een hennep gedomineerde economie. Alles was gemaakt van hennep. Touwen, papier. Daarom kunnen we die oude geschriften nog lezen. Je kon alles van hennep maken. Tijdens die industriële revolutie. Het begon met de stoommachine. Later elektra. En toen kreeg je de chemie. En daar is het helemaal misgegaan. Want de chemie die ging de natuur in scheikundige formules omschrijven. Beyer in Duitsland is ermee begonnen. Die kwam erachter dat die oude oervolken, als die pijn in hun hoofd hadden, dan gingen ze naar de wilgenschors, streken met een vinger langs die schors, likten die af en dan was hun hoofdpijn weg. Dat heeft Beyer omschreven in een mooie formule. Maar ja, toen dacht hij van, hé, de natuur die kan ik niet patenteren. Ik wil wel geld verdienen. Toen heeft hij hem iets veranderd. Toen heet het aspirine. Daar is hij schathemeltje rijk. Dus toen was het plotseling niet meer van ons. Toen was het van hem. Hè? Gewoon, zo heeft de chemie zich de natuur toegeëigend. De aspirine is maar een voorbeeld. Dus de chemie kwam in opmars. En Dupont die vond een procedé uit om met chloorbleekloog, super vervuilend, en allerlei antioxidanten, dat je ook papier kon maken gewoon van bomen, van bossen. Ja, dat was natuurlijk veel goedkoper, want hennep is een moeilijk product om te verwerken. Dus hennepapier ging al naar de achtergrond. Van Dupont, dat was goedkoper. Randall Verse, de grootste krantenmagnaat ter wereld, die had 10.000 hectares bos. Zijn fabrieken waren geënt op het chloorbleek procedé van Dupont. Die hadden ook contracten met elkaar. Toen werden er ook pesticiden uitgevonden. Toen bleek plotseling dat katoen veel goedkoper was dan hennep. 50% van alle pesticiden op aarde die wordt in de katoenindustrie gebruikt. Hennep werd steeds meer naar achter gedrukt. Dupont die vond ook nog plastic en nylon uit. Hennep is ook een plastic vervanger.
De eerste auto van Henry Ford die was gemaakt van hennepplastic. 10 keer sterker dan staal. En die reed op wietolie. Dus je kunt er ook nog brandstof van maken? Ja, je kunt de Rockefellers, die zagen hennep ook altijd als een bedreiging. Je kunt er 3 soorten brandstof van maken. Hennep diesel, hennep ethanol en pelletkorreltjes van die houtkernen die er binnenin zitten. Dus het ging helemaal voortreffelijk met die chemie. Middels patenten vergaderen ze enorm veel macht en geld. En we weten inmiddels wat geld en macht doet. Het ging helemaal voortreffelijk. En hennep raakte naar de achtergrond. En toen kwam het moment dat een meneer Georg Schlichter, een Oostenrijker die in Amerika woonde, die vond een machine uit waarmee je hennep 100 keer effectiever kon verwerken. 100 keer effectiever? 100 keer effectiever kon verwerken. En dat zou het einde betekenen van de petrochemische en farmaceutische industrie. Inclusief Rockefellers, DuPont, alles, dat zou het einde betekenen. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Toen zijn ze met hun macht en geld zijn ze samengekomen. Randall First, DuPont, Rockefellers en meneer Andrew Mellon, die was destijds minister van Financiën. Die was hoofdaandeelhouder van DuPont. Dus eigenlijk een beetje de rijkste man op aarde, net als Elon Musk nu. Die zijn samengekomen en ik denk, ja, hoe lossen we dit op? En die hebben een woord bedacht, marihuana, geënt op de vrouwelijke variant van hennep, die psychoactief is, als zijnde levensgevaarlijk. Dat heeft Hearst via zijn kranten en zijn radiostations 15 jaar lang helemaal gedemoniseerd, tot het moment rijp was dat hennep de anti-marihuana tax law, heet die officieel, aangenomen werd in het congres. Normaal hebben senatoren een paar maanden tijd om zelf onderzoek te doen, maar het was zo gevaarlijk, het was ja of nee. Nou, de wet werd aangenomen, maar niemand wist dat marihuana dat hennep was. De EMA, de American Medical Association, helemaal in paniek, want hennep was het medicijn destijds. Tegen allerlei ziektes. Nu alle medicijnen van de farma, die zijn olie gerelateerd, waren toen medicijnen hennep gerelateerd. THC helpt tegen ontstekingen, kanker en CBD werkt meer op de psyche. Wennert Bruining van Mediwiet hier in Nederland, die kan er van alles over vertellen. Maar de wet werd aangenomen en meneer Georg Schlichter, die is een paar jaar later na zijn uitvinding, is hij al helemaal gefrustreerd overleden. Omdat hij zijn fabrieken niet meer gefinancierd kreeg dat is wat er gebeurt. En hij is totaal uit de geschiedenis weggeschreven. En welk jaar is dat, Hans? Wanneer die wet aangenomen is? In 1937. 37. Dus daar heeft nog 15 jaar tussen zit, tussen 1921. Er werd een speciale regeringscommissaris voor aangesteld, meneer Anslinger, volgens mij. Die werd door de regering aangesteld om hennep te demoniseren. Nou, en via de VN is dat wereldwijd uitgerold, die hennepland. En eigenlijk is dat de grootste misdaad tegen de mensheid ooit geweest. En of we nu willen of niet, vroeg of laat, we zullen dat recht moeten trekken. Als jij dingen gaat produceren, zoals plastic, wat niet recyclebaar is, dat is echt misdadig. PFAS, gerelateerd aan 7 kankersoorten, zitten ieder levend wezen op dit moment. En PFAS, waar komt dat uit? PFAS, dat is van de Tefal, hè? Dat is van DuPont. Ja, het is dermate misdadig. Het is nu gewoon op de televisie, hè? Ze zeggen het openlijk, maar ze weten het al weet ik hoe lang. Hoe is het mogelijk dat overheden dat ooit toegelaten hebben? Je kunt het niet anders vertalen dan dat overheden ook marionetten zijn van een stel multinationals die het geldsysteem, financiële systeem in handen hebben. Dan heb je de media in de handen en dan heb je ook de politiek in handen en dan kun je de wereld wijsmaken wat je wilt. En dat is wat er nu aan de hand is, wat je om je heen ziet. Maar met dat verhaal stond ik dan voor de rechter. Hè? Gewoon in die rechter zeggen, ja, mooi verhaal. Maar ik moet hier de wet uitvoeren. En in die wet staat hennep op lijst 1 van de opiumlijst. En eigenlijk maakt het helemaal geen donder uit wat voor soort hennep het is. Of het nou psychoactief is, CBD of THC of industrieel. Hennep staat erop. En, nou. Dus... Ik veroordeel je tot een taakstraf, 40 uur taakstraf, voorwaardelijk. Dus eigenlijk hoef je dat niet te doen.
Dus iedereen zou er blij mee zijn, maar je hebt wel een strafblad. En ik heb bedrijven, ook in Canada, dus ik kan me dat niet permitteren. Dus ik moest een hoger beroep. Nou, inmiddels had ik al zoveel schade geleden, gewoon doordat ik een beetje als een crimineel neergezet ben in de media. Gewoon ben al mijn vrienden kwijtgeraakt. Niemand wil me iets met te maken hebben. Als ik hier gewoon over straat loop, je voelt de blikken in je rug. Eigenlijk hadden ze me toen vrij moeten spreken in een hoger beroep. Maar toen kwamen ze, omdat ze dan wel in de gaten hadden, dat ze dan een miljoenenclaim om de oren kregen. Hebben ze bedacht van schuldig zonder strafoplegging. Dus dan ben je wel schuldig, maar je krijgt geen straf. Dus eigenlijk een standje. Maar je hebt wel dat strafblad. En met dat strafblad kan ik niks. Ik kan in Nederland niet ondernemen. Want je krijgt geen verklaring omtrent gedrag. Die heb je nodig voor als je in Nederland onderneemt. En ik kom ook niet meer in Canada, daar heb ik een bedrijf, daar kom ik niet in, dat moet mijn vrouw nou doen. En die rechter zegt van, nou, dit is de wet en die moet ik, je kunt wel gelijk hebben. Ik snap je goede bedoeling ook wel, dus daarom schuldig zonder strafoplegging. Ik kan er niet meer, ik kan er niks anders van maken. En als je het anders wilde, gaan we naar Den Haag. Nou, daar ben ik ook nog een half jaar, heb ik voor de deur van de Tweede Kamer gestaan in Den Haag. Maar dat heeft me ook niet veel gebracht. In die periode dat ik daar stond, kwam ik erachter dat we een toneelspel opgevoerd. Dat wij moeten geloven dat we in een democratie leven. Kijk eens wat Baudet allemaal mag zeggen, wat Gideon van Meijer allemaal mag zeggen. Moet je kijken, van de WEF, hij mag het allemaal zeggen. Wilders, Van Haga, mag allemaal Nederland. En die gekke Kamperman, die mag hier gewoon een half jaar voor de deur van de Tweede Kamer staan. Dus, hoe fijn is dat, die democratie? Maar de werkelijkheid is dat het toneelspel wat daar opgevoerd wordt, geregisseerd wordt door een aantal multinationals en mensen met heel veel geld. Wie met lobby's. Alleen in de EU, er zitten 10.000 mensen in hotels die doen niets anders dan lobbyen bij Europarlementariërs. Nou, vriendjespolitiek. Dat noemen zij democratie. Volkswagen, iedereen, Monsanto, iedereen is daar vertegenwoordigd. Alleen Volkswagen zit er al met 40 mensen, permanent. Hè? Dus het bewerken van, en hoe bewerk je? Hè? Leuke uitjes, zorgen dat mensen het gezellig hebben. Ik heb zelf ook een bedrijf gehad, ik heb een ingenieursbureau gehad. Nou, dan schrijf je bestekken, hè? En dan moet je fabrikaten voorschrijven. Dus ik werd ook bestookt door allerlei fabrikanten van... wil je mij voorschrijven in het bestek? En we nodigen je uit, gaan we de fabriek bekijken? He? En s'avonds naar de nachtclub, weet je wel. En daar heb ik me altijd verder van gehouden. Maar dat wordt dan gebracht onder het mom van... Nou, en die gaan ook mee en dan kun je mooi netwerken. Ja, als je een bedrijf hebt, is dat ook belangrijk. Dus je wordt eigenlijk min of meer zo'n netwerk ingesleurd. Dat gebeurt er. Dus eigenlijk de macht van geld regeert. Wat deed dat met jou toen je dat allemaal zag? En je zegt van, dan ben je toch machteloos? Of? Ja, dat was geen fijne tijd, heb je dat gehoord? Dat ik in mijn machteloosheid op een gegeven moment het idee kwam, hoe krijg ik die mensen nu wakker? En toen heb ik in mijn naïviteit, met mijn stomme kop, heb ik gedacht van, nou dan moet ik mijn leven maar geven. Weet je wel, dan ben ik toch van het balkon afgesprongen. Gewoon in de hoop dat ze dan wakker worden. Ja, dat is natuurlijk achteraf gezien, daar kan ik mezelf voor de kop slaan. Ik zie de aarde als mijn moeder, hè? Moeder aarde. In die tijd, want het ging ook niet alleen over die hennepplant, maar ook wat Monsanto doet, ze vergiftigen onze aarde. En ze geven het nu in deze tijd, hè? Want we praten nu 5 jaar later. Hè? Ze zeggen het zelf dat ze tegen de grens aanlopen, gewoon... Maar dan denk ik van, doe dan wat. Waarom sluit je zo'n bedrijf als DuPont, Unilever? Waarom zeg je, het is klaar nu? Gewoon, en we gaan hennep weer industrialiseren. Die kan alle problemen oplossen. Ze zetten de normen naar boven, de vervuilde grond, wat jij straks zei. Ja, het maffe is, de hennepplant heeft als enige plant op aarde het vermogen om zware metalen en PFAS uit de grond te halen. Bureau Tau, het adviesbureau van het milieuadviesbureau van de regering, die adviseert gronden die vervuild zijn met PFAS om die schoon te maken met hennepplanten. Dat is natuurlijk bizar. De vervuilde gronden van Fukushima in Tsjernobyl worden schoongemaakt met hennepplanten. Dat is een wonderbaarlijke plant. Die is ons niet voor niks gegeven.
Het is gewoon echt zo misdadig dat die plant illegaal geworden is. In die onmacht stond ik toen ook in Den Haag. Gewoon, het was net of ik geboeid met de armen op de rug gewoon moest toekijken hoe mijn moeder iedere dag verkracht wordt. En soms denk ik ook, zijn het dan misschien entiteiten geweest die me gepakt hebben? Ik zei van, nou, laten we daar van het balkon afspringen en dan zijn we mooi van hem af. Maar het gekke is, wat daar gebeurd is, dat kan helemaal niet. Want ik heb die klap van 5 meter naar beneden springen, ik weeg 100 kilo, die heb ik in mijn nek opgevangen. Nou, want ik wist ook precies wat ik deed. Hoe stom dat ook was, ik wist wel wat ik deed. En dat was mijn gift aan mijn moeder. Ja, ik kan het niemand uitleggen. Maar zo voelde ik het wel. Met de wetenschap van nu, ontzettend stom. Maar ook, er is iets geweest wat mij opgevangen heeft. Dat kan niet anders. Want normaal, als jij 5 meter naar beneden springt, gewoon met een touw, met een lint om je nek, die klap kun je niet opvangen. Ik ben wel even bewusteloos geweest, maar toen ik bijkwam, stond Grappenhaus, Ariep, Liesbeth van Tongeren, die stonden bij me, allemaal lieve woordjes, en Hans, want ze kenden me natuurlijk allemaal, want ik stond er al een half jaar. En dat is allemaal niet waard, en we gaan met je praten. Nou, ze moeten nu nog gaan praten, hoor. Er is iets gebeurd wat ze niet uit kunnen leggen. Ik geloof het of geloof het niet, maar ik ben opgevangen door iets. Wat, dat weet ik niet. Toen ik weer bijkwam, had ik zo de Tweede Kamer uit kunnen lopen. Ik heb een dag op de intensive care gelegen, omdat ze het niet konden geloven. En met die scans, ze konden niks vinden. En na een dag mocht ik weer weg. Nou, en als jij echt helemaal psychisch in de war bent, of weet ik wat, dan stuur je ze niet naar huis. Want als je onder de eerste beste tram loopt, dan hebben ze ook wat uit te leggen. Om heel eerlijk te zijn, als ik nou ergens straf voor verdien, dan verdien ik daar straf voor. Want het is een ontzettend stomme actie geweest. Hoe reageerde jouw vrouw hierop? Ja, die zat in Canada toen. Ja, oh ja. Ja, niet leuk, en mijn kinderen ook niet. Maar ik heb dat bevang, hoe stom dan ook, ik heb op dat moment dat belang hoger laten wegen dan de liefde voor mijn kinderen. Gewoon kun je zeggen van, ja, hou je dan niet van je kinderen? Ja, echt wel hoor. Door die bescherming die ik gehad heb, kwam ik ook wel weer in een stuk. Nou, dit verhaal is nu niet klaar, ik moet hiermee doorgaan. Dat heeft nog jaren geduurd. Gewoon dat ik in de kwaadheid zat en in de strijd. Dat financieel ook wel redelijk kapot gemaakt ben eigenlijk. Dat ik hier eigenlijk niks meer kan. Maar op een gegeven moment toen kwam ik ook in stukken terecht van, als jij boos en kwaad bent, dan is jouw leven niet leuk. Ik zei, ik moet hiermee stoppen. Gewoon, ik gun ze mijn kwaadheid niet. Nou, dat is me op een wonderbaarlijke manier gelukt. Ik ben er ook achter gekomen, een goede kennis van me, die reikt me het boek aan van Timebender, van Tyne Tauber. Timebender, in de vorm van Hidden Hand, die heeft een gesprek met de duivel. En de duivel die zegt dan, het is allemaal wel heel erg wat we doen. Maar vroeger, in dat paradijs van jullie zweefden dan maar. En het was allemaal mooi en prachtig, maar jullie leerden niks. Je was verlicht. En toen moest er nodig die wet van de vrije wil ingevoerd worden. Want jullie moesten leren. De ziel wilde ervaren. Als je iets wil leren, heb je plus en min nodig. Of licht en donker. En iedereen die wou wel voor het licht staan natuurlijk. Hè. Dat zag iedereen wel zitten. Maar niemand wou het duister vertegenwoordigen. En die taak heb ik op me genomen. Dus wees nog maar een beetje dankbaarder. Nou, en sinds die tijd kijk ik naar het toneelspel, want het is een toneelspel. Als je het dan over Klaus Schwab hebt, dan denk ik, ja, bedankt, lieve Klaus Schwab. Jij loopt uiteindelijk ook je pad naar het licht, maar bedankt dat jij die rol op je neemt om mij te laten zien hoe het niet moet. En dat is een hele andere energie, hè. Mijn leven is nou weer superleuk en ik geef lezingen over industrialisatie van hennepplant en over nog wel meer dingen. En daar haal ik heel veel energie uit. Wat heeft de Hidden Hand jou laten zien uiteindelijk? Dat je alles zelf doet. Die hemel en die hel, dat is hier op aarde. Jij kunt met je gedachten, kun jij voor de hel kiezen. Of voor de hemel kiezen. Uiteindelijk, jouw gedachten, daar begint jouw creatievermogen. En gedachten visualiseer je. En dat zet je in het veld. Nou, als dat negatief is, dan heb je de hel. En als het positief heb je de hemel. Uiteindelijk doe je alles zelf. Dat heeft me geleerd. Geef niemand de schuld. Je doet het echt zelf. Je trekt
die universele wetten van oorzaak, dat zijn de 12 universele wetten, de wet van de eenheid, dat we allemaal energie zijn. Want wij hoeven helemaal niet te oordelen. Wij bestaan allemaal uit dezelfde energie. Deze tafel, als je die onder een microscoop legt, dan zie je moleculen. En om die moleculen zitten atomen. En om die atomen, dat cirkelen elektronen. Dus die tafel die lijkt wel vast, maar het is niet echt zo. De frequentie bepaalt gewoon of iets vast zit. Die materie, zeg maar, waar ik het dan over heb, die moleculen. Alles bestaat uit hetzelfde. Gewoon, wij zijn één grote trillende massa. De frequentie die bepaalt of wat je bent. We bestaan allemaal uit dezelfde energie. De bomen, de dieren, iedereen. En als je dat beseft, dan zie je ook de verbondenheid. Dus als jij baas bent over je gedachten, dan kun je creëren. Eigenlijk zijn wij de goden. Wat er gedaan is, God, zeg maar, die is neergezet als een man, wie daar boven in de hemel zit, met een baard en een staf, en die zegt, jij naar de hel. Dus God is buiten ons zelfgezag. Maar de werkelijkheid is dat God bewustzijn is. Dat is één oneindig grote bol van liefde, en die heeft zich gesplitst, hè, de levensbloem, in allemaal onderdeeltjes. Wij zijn de goden. Alles doen ze. Willy, onze koning, die regeert per gratie Gods. Dus we moeten vooral buiten onszelf zoeken. En de hele eerste en de tweede slaapkamer, inclusief kabinet, die heeft een eed gezworen, hè, om Willy daarin te steunen. Dat hij per gratie Gods. Voor mij is het een toneelspel wat ze anders opvoeren. Nou, en soms ook best wel leuk om naar te kijken. Daar zijn toneelstukken voor, hè. Maar de sprong eigenlijk, Hans, die heeft jouw frequentie veranderd. Uiteindelijk heeft het me wel heel veel gebracht. Ondanks alle financiële malaise en malaise, ik heb het niet slecht. Dus ik ben een hoop geld kwijtgeraakt, maar blijkbaar hak ik zoveel dat ik dat wel leiden kon. Ja, ja. Dus ik heb daar ook verder geen pijn aan. Ik heb geen schulden, ik heb niks met banken te maken. Nou, hoe mooi wil je leven? Maar je leeft in extreem ook, hè? Ik wil zeggen, als ik zie hoe jij, wij zitten hier al wat langer, dat je hebt geklommen, wil je daar iets over vertellen? Ja. Dat je een berg hebt beklommen? Ja, ik ben een expeditieklimmer, ja. Maar niet zomaar 100 meter, hè? Nee, ik heb in de Himalaya geklommen. Ik heb in Canada ook, daar ook klimmen, maar ook een opleiding gedaan, Canadian Wood Travel en Survival Instructor. Ik kan mensen leren hoe je moet overleven in de natuur. Dan gingen we met een watervliegtuig, wat je op een meer gedropt, met 10 man. Als er geen begeleider is, die gaan alle 10 dood. Die zwemmen naar de kant, gaan op een rot zitten, wachten op hulp, wie niet komt. Wat iedereen vergeet, is dat je binnen 4 uur onderkoeld bent. Een hele mooie dood, hoor, want je slaapt gewoon weg. En als je nou een fles whisky bij je hebt, die oude Indianen, als die klaar zijn met leven, Die nemen een fles whisky mee, trekken de natuur in en dat is het. Die gaan er geen artsen mee lastigvallen of met euthanasie. Die zijn op een gegeven moment klaar, mooi leven gehad, dankbaar en dan is het einde. Dus ik leer die mensen hoe je vuur kunt maken in alle omstandigheden. Eigenlijk basiskennis in groep 8. Ja? Nou, dan heb je vuur, dan ben je warm, dan moet je shelter bouwen. Niemand weet natuurlijk, waar zou je nou het beste een shelter kunnen bouwen? Nou, wat niemand weet, aan de voet van de dennenboom. Van de dennenboom, daar glijdt het water af. Aan de voet van de dennenboom is het altijd droog. Dus dat is de beste plek, als je daar dennetakjes en een mooi bedje maakt. Ik sliep bij min 20, hè. Sliep ik op een dennenmatje en dan had ik het nog warm ook nog. En dan denk ik, ja, hoe doe je dat? Nou, ik verzamelde wat stenen, ik bouwde een muurtje, nou, daar maakte ik mijn vuurtje voor. Nou, dan had ik mijn bedje van dennetakken, daar lag ik lekker op te slapen. Ik sliep in mijn t-shirt, hè. Dus op een gegeven moment, lekker warm, ik val in slaap. Nou, op een gegeven moment word je wakker, hé, vuurtje is uit. Maar ik heb best wel nog wel lekker warm, want die stenen, die stralen. Het vuurtje weer aangemaakt, dus het gaat allemaal vanzelf. Vervolgens dan leer je mensen gewoon, dan moet je eten. Maar midden in de winter is toch geen eten. Bomen en planten hebben de wortels. Je kunt wortels eten
Er is altijd wat te vinden. En uiteindelijk leer ik ze ook stropen. Hè? Gewoon dat je een konijn vangt of een vogel of weet ik wat. Dus dan eet je al. Ah, en dan leer ik mensen gewoon hoe je moet oriënteren op de sterren en op de zon. Ja, allemaal dingen wat mensen niet weten. Gewoon hoe je, als je naar het weer kijkt. Nu hebben we alleen bijenradar. Maar vroeger een boer, die wist gewoon wat van weer het werd. Al die spreekwoorden, morgen rood, ochtend in de water in de sloot. En, daar zit allemaal een kern van waarheid in. Hè? Als je naar buiten kijkt, dan weet je gewoon wat van weer het wordt. Maar van waar die interesse? Ik heb een hele een drang gewoon om onafhankelijk te zijn. Tot mijn 24e heb ik voor een baas gewerkt. Maar altijd moeilijk. Altijd problemen. Ik moet zelf de regie hebben. Ik wil onafhankelijk zijn. En dat heb ik met alles. Ik heb in mijn eigen woning, ik heb het zo, omdat ik nog wel een beetje Willy Wattel ben. Ik betaal al 30 jaar alleen maar aansluitkosten. Terwijl ik best wel een groot huis heb, 1000 kuub. Dus ik heb zonnepanelen, maar achteraf, met wat ik nu weet, had ik al helemaal geen zonnepanelen willen hebben. En ik heb een accupakket. Ik heb een accupakket van 40 kilowatt, dus daar sla ik mijn zonne-energie in op. En als ik te weinig zon heb, heb ik 2 generatoren. Eentje op plasmatechniek. De geetmotor, dat is Robert Boerman zijn ding. En een generatortje die loopt op waterstof. Nou ja, en daar kan ik mijn accu mee opladen als ik te weinig zon heb. En voor de rest heb ik niks nodig. Maar kijk, ik wil graag delen. En dat zijn Willy Wattel dingetjes. Ja, die kan ik niet delen. Gewoon misschien aan een techneut dat ik eruit kan leggen. Maar... Ja. Ik ben nu, zijn we bezig met een transformator, dat doe ik samen met Jamie van Gelder. We zijn nu in elkaar aan het zetten, dus we hopen dat het lukt. Maar als het klopt, wat we denken, gewoon heeft dat ding een overunity van 8. Als je er 500 watt in stopt, komt er 4 kilowatt uit. En dan heb je 3,5 kilowatt overunity. Dus je kan continu blijven? Geen bewegende delen. 24/7, en die haalt zijn energie uit het aardmechanisme. Hoe bedoel je? Uit het magnetisch veld van de aarde. Op dit moment denk ik dat dat het ei van Columbus is. En het mooie daarvan is, dat kan ik dan ook delen. Die transformator, bestaat uit zo'n ketting, hè, met allemaal plaatjes op elkaar, transformatorblikken en spoelen. Normaal heeft een transformator 2 spoelen, en deze heeft 3 spoelen. Als het zou werken, gewoon... Maar ik geloof er op dit moment heilig in. Als ik 10 bedrijven zoek, jij maakt die transformatorplaatjes. 10 bedrijven, jullie maken spoeltjes. Dan kan ik tegen jou zeggen van, nou, koop daar een paar plaatjes. Koop bij hem die spoeltjes. En dan krijg je van mij een video, dan mag je hem zelf in elkaar zetten. Mm-hmm. Of ik leer het jou en jij gaat workshops geven. Maar dan is het voor iedereen. In mijn lezingen, die ik geef over energie... En dan heb ik wel 10 dingen wat al uitgevonden is, hè, wat werkt, wat weg is. De matrix is gewoon dat wij vastzitten in de wet van behoud van energie. Je kunt nooit ergens meer uithalen dan wat erin zit. Dat klopt niet. Omdat het bij mensen zo'n overtuiging geworden is, die beginnen er ook helemaal niet aan. Want dat kan niet. Je bent gek. Bestaat niet. Je hoeft maar in de spiegel te kijken, toch? Ja. Je komt uit een zaadje. De beste vrije energiemotor ben je zelf, hè? Wij leven van... Als wij niet ademen, dan gaan we dood, hè? Dus wij halen onze energie uit de ether. Ja. En dan kun je zeggen, ja, je moet het toch eten? Nou, oké, als jij dat denkt, dan gaan we een machine ontwikkelen. Dan gooien we daar een paar snee brood in en dan moet die gaan draaien. Nou, echt niet, hoor. Nee, maar jij hebt een vrije geest. Ja, nee, maar je moet... Als je vrije geest hebt, ben je met vrije energie bezig. Dus dat is voor heel veel mensen niet te vatten. Ja, nou, maar goed, bij die mensen die dan zo denken, gewoon in mijn lezingen, dan zeggen, ja, jongen, Kamperman, je... Want ik, juist in lezing, ik hou er juist van, gewoon als mens, ik weerstand heb. Van die ja-knikkers, daar heb ik geen zak aan. Ja. Ik vind het juist leuk om mensen te zeggen, hey, je vertelt onzin, klopt niet. Nou, dan zeg ik gewoon van, nou, dan heb je niet de nul. Dat is een geheugenmateriaal. Niet de nul, dat is een legering van titanium en nikkel. Nou, dit. Dit was een draad, 3 millimeter dik.
En die draad, die denkt, nou, ik ben een rechte draad. Zo is die geprogrammeerd. Is super elastisch, dat zie je wel. In Nederland kun je ook niet in ol kopen. Peperclipjes, kleine veertjes. Allemaal dingen waar je niks aan hebt. En als je zo'n peperclipje helemaal verfrommelt en je gooit hem in een glas heet water, je kunt het niet eens zien, hè? Gewoon, dus dan heb je zo'n verfrommeld stukje, omdat het heel elastisch is. Heel, ja. En je gooit hem in, en dan is het weer een peperclip. Dus dat materiaal, dat geheugenmateriaal, die peperclip, denk ik, nou, ik ben zo geprogrammeerd, ik ben een peperclip. Als je me helemaal verbuigt, nou, dat is prima. Maar als je me dan in water van 40 graden gooit, dan ga ik weer een paperclip worden. Nou, dat heb ik ook met deze veer gedaan. Het programmeren van nitinol, dat doe je gewoon door het te verhitten tot 500 graden. Tijdens dat proces van 0 naar 500 graden, mm-hmm. zal deze veer, die heb ik dan helemaal ingepakt met de binnenmantel en de buitenmantel en het doppen eromheen. Dat doe ik in de smidsoven, verhit ik tot 500 graden. En die veer probeert het alle macht tijdens het verhitten van, hé, ik ben een rechte draad, ik wil recht worden. Dus met een kracht van 55 ton per square inch, bij 3 mm draad, met een kracht van 575 kilo, probeert hij, dat is niet mis hoor, bijna 600 kilo. Ja, ik wil zeggen, dat is wel heel. Probeert hij gewoon maar, weer een rechte draad te worden. Tot het moment dat het 500 graden temperatuur is bereikt en dan zeg ik, nou geef ik het op, ik ga nu als veer door het leven. Zo werkt niet in nul. Als ik deze veer 2 meter uittrek en gooi hem in water van 40, 50 graden, dan klapt hij in een split second in elkaar. Met die kracht. Nou, die kun je overbrengen op een as. Ja, die kracht om hem uit elkaar te trekken is minder groot. Ja, nee, want daar heb je geen kracht voor nodig. Nee, ja. NASA heeft in samenwerking met Boeing heeft een machine ontwikkeld van 5 megawatt. Daar kun je een hele stap met van energie voorzien. Op basis van nitinol. Congressen over de hele wereld. Van dit gaat de wereld vrijmaken van fossiele brandstof. Mensen van de Wereldbank. Reportages van CNN. Nou, niet de meest betrouwbare omroep. 1970 praat ik over. Hè? Gewoon dus 50 jaar geleden. En het is weg. Het is gewoon weg. En hoe ze het flikken, Joost mag het weten. Nu hebben we windmolens. Ja, nee, maar ze weten het uit de media, gewoon die macht van die petrochemische, die fossiele brandstofenergie, of weet ik hoe ze doen, of ze met energieën werken. Nou, wat heel zichtbaar is, dat ze de media. Ander voorbeeld, hè, die Antoinette Hetzenberg, die was toch zo druk met die bacteriofagen, dat alternatieve antibiotica, waar we resistent voor kunnen worden. Ja, hè? Dus bacteriovagen, dat was het. Hoor je er nog wat van? Helemaal weg. Van de Zuid hebben alle in Georgië, dat is allemaal opgekocht. Want om de concurrent uit te schakelen, is de beste manier is de boel opkopen en dan weg. Want daar zit geen verdienmodel aan, wij moeten pillen vreten. Want bacteriovagen van je eigen stront beter worden. Want dat zijn bacteriovagen. Nou, en dat is met nitinol zo. Nou, een ander mooi voorbeeld is cavitatie. Iedereen weet, of nou niet iedereen, maar een scheepsschroef die drukt zijn water weg aan de voorkant. En aan de achterkant ontstaat onderdruk. En dan krijg je cavitatie. Dat is een natuurlijk proces. Van imploderende luchtbelletjes. Het zijn kleine explosietjes. Komt 6000 graden bij vrij. En dat slaat putjes in een schroef. Ook al maak je een scheepsschroef van titanium, die wordt opgevreten na verloop van tijd. En in mijn vak, gewoon in de installatietechniek, iedere techneut in de installatiebranche weet, ik moet mijn druk goed op peil houden, want anders krijg ik cavitatie en dan gaat de waaier van mijn pomp, die wordt gewoon opgevreten. De autowereld is zo. Ja, ik weet dat cavitatie bestaat, maar dat wordt gebracht als iets heel negatiefs. Toen kom ik op een gegeven moment kom ik op internet aan het rondsporen, blijkt dat het in mijn speurtocht naar vrije energie, toen kom ik erachter dat de firma Ratron
in Rusland. Die maakten stoomcleaners. Maken ze die daken sneeuwvrij mee. Ik denk, potverdorie, dat moet ik hebben. Ik ga zo'n ding bestellen. Dan moet ik hier zien dat ik zo'n klein mini stoomturbinetje heb. Dan kan ik stoom maken, hè? Zo'n stoomcleaner. Dus dan kan ik stoom maken. En die stoom, daar kan ik een turbinetje mee aandrijven. Dan zet ik een generatortje op. En ja, ik vrije energie. In ieder geval oven unity. Kom ik op die site van Ratron, kom ik nog eens verder aan het speuren. Wat blijkt, die hebben... Wij zitten hier in Nederland met warmtepompen en warmtepomp is leuk, maar dan moet je een laag temperatuursysteem hebben, gewoon als vloerverwarming. Nou, heel veel mensen hebben dat niet, of kost klauwen veel geld. Ratron heeft gewoon een elektromotortje met twee schijfjes eraan, wat twee schijfjes tegen elkaar in laat draaien, wat cavitatie opwekt. Ding maakt water, doet hetzelfde als een cv-ketel. Maakt water van 95 graden. Dus je kunt je cv-ketel op de deur uit doen en heb je zo'n cavitatiegietertje. En wat praat je dan over qua energieverbruik? Maar een fractie, want dat ding heeft oven unity. Gewoon, want je maakt gebruik van een natuurlijk proces. Alleen, die Russen hebben het zo uitgevonden, gewoon dat het niet het materiaal op laat vreten, op een of andere manier. Die imploderende luchtbelletjes, die gaan van het materiaal af. In ieder geval het water, wat stoom. Maar ja, toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Inmiddels kan ik helemaal niet meer op de site van Ratron komen. Nou, zoeken. Kom ik uit in Portugal bij meneer Dennis Varan. Die is uit de Oekraïne gevlucht, maar die heeft daar een bedrijf in gehad in cavitatiehitters. Die heeft een complete site, die is naar Portugal gevlucht, zijn computer, alles heeft hij meegenomen. Ik heb zijn e-mail, zijn telefoonnummer, alles stel ik beschikbaar in mijn document. Ze bellen maar, of als je een fabriek hebt. En je kunt het ook, de techniek is dermate simpel, dat je het waarschijnlijk ook heel makkelijk zelf kunt maken. Ik geef alle informatie, ze gaan zelf aan de slag, maar daar liggen oplossingen. Ik denk, ja, waarom gebeurt dat dan niet? En eigenlijk ook die hennepplant, want we hebben het nu over energie, maar als je hennep gaat industrialiseren, dan heb je het energieprobleem ook opgelost. Hè? Maar het energieprobleem, want dat is super mooi, hè? Maar het energieprobleem is eigenlijk dat we onze eigen energie vastzetten, waardoor we die energie buiten ons niet krijgen. Er spelen krachten mee en mijn kameraad Robert Boerman die zegt, ja, dat zijn argonten en ze werken ook met energieën. Kijk, wij weten natuurlijk dat BlackRock, wie de CEO's zijn en wie het zijn. Ja, ja. Er kunnen al mensen wijzen, maar Vanguard, wie daar nog weer boven zit, zijn geheime genootschap. En, ja, nou, en hoewel ik het niet echt kan bewijzen, maar volgens mij zijn dat Freemasons. En die komen er openlijk voor uit dat ze voor het Duitse gekozen hebben. Ja, die hebben een andere agenda dan wij hebben, in ieder geval. Maar wat ik net al vertelde, ook dat heeft weer zo'n functie, om ons te laten zien. Dus wat ik probeer, gewoon, ik reik mensen dingen aan, zeg, ga dat nou doen en ga zelf aan het werk. Ga ook niet zitten wachten, gewoon tot ik het uitgevonden heb of iemand anders. Wij zijn de creatoren, wij zijn de goden, wij moeten het doen. In mijn onschuld heb ik een interview gegeven, gewoon, of een Zoom, bij Steven en René van Hak op de Tak. Daar vertel ik ook over elektrocultuur en ik weet ook heel veel over heilige geometrie. Als je dat combineert, geometrie, elektrocultuur en magnetocultuur, dan gebeuren er echt wonderbaarlijke dingen. Net hetzelfde als bij jou, ik vertel mijn verhaal en dat is blijkbaar uitgezonden. En het was net alsof ik in het acht uur journaal had gezeten. Mijn e-mailbox die explodeerde, ik kan niet iedereen beantwoorden. Kort daarop was er een bewustwordingsbeurs in Zeist. Daar was ik ingepland voor een lezing. Een van de 8 lezingen van mensen die lezingen geven daar. En ik had ook een stand met een beurs waar ik die symbolen, die kunnen mensen kopen. Wat doen die symbolen? Ja, het moet ook geen ego dingetje worden. Laat het even simpel houden. Gewoon, dit zijn symbolen. Die hebben een extreem hoge bovenswaarde. En bovenswaarde is een mate van levensenergie. Dus een Franse professor, meneer Bovie, die is erachter gekomen dat je levensenergie kunt meten met een biotensor of met een pendel. Ik ben niet zo van pendelen, gewoon omdat je geen vooringenomenheid moet hebben.
het maakt mij niet uit of deze tafel een bovenwaarde heeft van 1000 of van 100. Dus daar heb ik geen vooringenomenheid bij. En je kunt het ook nog door anderen laten checken, dus dat klopt wel redelijk. Lang verhaal kort te maken, dit heeft te maken met de missing symbols uit de 9e teken van de Hopi-profetie. Van de Hopi-Indianen. Van de Hopi-Indianen. En dat 9e teken, dat gaat over de missing symbols, wie terugkomen. En via allerlei sessies bleek dat ik daar kennis van zou hebben. Maar ja, ik wist niks van, maar op een of andere wonderbaarlijke wijze heb ik ze wel intuïtief kunnen maken, zonder beelden. En ik kon zelf meten of dat een hele hoge bovenwaarde, eigenlijk niet meer meetbaar. Je hebt ze getekend? Ik heb ze eerst gewoon getekend en dan gemeten. En op een gegeven moment, ja, dat gebeurde ook in een soort trance. Mijn vrouw zat destijds in Canada en ik had het rijk alleen. En en met de wetenschap, gewoon iemand anders wie me al verteld had, dat ik daar kennis van zou hebben. Kennis vanuit een vorig leven. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal mooie verhalen, maar als ik me niks kan herinneren, dan... en eigenlijk, ik heb ook geen beeld gehad, mijn wereld is intuïtief. Heb ik ook niet alleen gedaan, er zijn 3 andere mensen bij betrokken geweest, die me in begeleid hebben. Maar in ieder geval, dit is eruit gekomen. Daar heb ik allerlei vormen van. Uitgaande hoe die profetie gaat, gewoon dat die symbolen komen om in de eindtijd, hè, dit is ook het laatste teken, die andere 8 profetieën, tekens zijn al uitgekomen en dit is de laatste. En die zijn ervoor om ons te beschermen, gewoon in deze tijd. Nou. Dit is dus de 9e en dan horen zijn deze symbolen, zeg ik dat dan goed? Hoe zeg je? Dit is de 9e profetie, zeg je? Ja, de 9e teken van de Hopi-profetie, de laatste. Dat zijn deze tekenen, dus... Ja, dat zijn deze tekenen. Ja, waarom ik dat nou moet doen, dat weet ik dus ook niet. Maar goed, het feit is, want op een gegeven moment, toen meette ik bij mezelf, want geometrie werkt zo, daar hoef je niet in te geloven. Het wordt ook tegen ons gebruikt. Het donker gaat onder aan symbolisme. Omdat wij er iets tegenover zetten wat veel krachtiger is. Dit is... niet meer meetbaar zo hoog. Dan worden ze ziek van. En het beschermt ons. En zij doen alles gewoon om onze bovenwaarde. Een mens heeft gemiddeld een bovenwaarde rond de 9000. Als jij verkeerd voedsel neemt, wat een lagere bovenwaarde heeft, dan zak je bovenwaarde. Het grappige is dat hennepzaden hebben de hoogste bovenwaarde wie uit de voedselketen wat gemeten kan worden. Dus we kunnen hennep ook eten? Ja, van hennep, ik zal je sterker vertellen, hennepzaden is een vleesvervanger. Je kunt alleen op hennepzaden overleven. Het heeft de hoogste voedingswaarde gewoon van een plant wat kan bestaan. En als je alleen hennepzaden, ja, je wil ook wel eens lekker eten natuurlijk, maar alleen met hennepzaden heb je, als je vegetariër bent, gewoon, heb je geen supplementen meer nodig. Alles zit in die zaden. Wow. Maar we hadden het over die bovenwaarde. Ja. Dus als jij voedsel tot je neemt, plofkippen of zo, met een hele lage waarde, ja, dan zak je waarde. Als jij altijd gestrest bent of waardeloos werk, je zit niet lekker in je vel of je hebt je trauma's niet verwerkt, dan zak je waarde tot een niveau en dan pakt het je op de zwakste plek, dan word je ziek. Als je weet gewoon wat bestaansangst en overlevingsangst, even vanuit de Germaanse geneeskunde geredeneerd, hè, wat dat met je onbewust, met je lichaam doet, dat is echt niet normaal meer. Als jij boos bent of angstig bent, dan zorg ervoor dat je bovenwaarde zakt. Tot het moment dat je heel kwetsbaar wordt en manipuleerbaar en ziek. Even de negatieve zijde belichten. Hè? Gewoon van symbolen. Van symbolisme. Hè? Ja. Dat illuminatieteken. Hè? Op dat 1-dollar biljet. Hè? Dat alziend oog. Hè? Met die driehoek. Op dat 1-dollar biljet. Mensen hebben geen idee wat dat doet. Gewoon als je dat bij je draagt. Want dat neem je over namelijk. Geometrie, dat werkt, dat hoef je niet in te geloven, dat doet zijn werk. En het werkt op je onderbewuste. Jij hebt niks in de gaten.
En negatieve symbolen, gewoon alle openingsceremonies van Olympische Spelen, van wereldkampioenschappen, voetbal of weet ik wat, is vergeven met. Het zijn maar flitsen. Gewoon, je hebt zelf niks in de gaten. Zo werken zij. Op een gegeven moment, toen dacht ik van, hoe zet ik dat nou, hoe maak ik nou voor iedereen beschikbaar? Voor mezelf, ik heb dit al vanuit 2019. Toen heb ik nog een hele tijd gedacht van, nou, lekker belangrijk, hoge bovenzwaarden. Ja, wat moet je, ja, nou, het is wel leuk, maar wie zegt dat überhaupt goed is? Misschien kunnen mensen er wel helemaal niet tegen, weet ik veel. Maar nu, en overheden zo bezig zijn, ons met bestaansangst, overlevingsangst, de vernieling in te helpen, omdat dat gewoon heel diep werkt, even vanuit de Germaanse geneeskunde, gewoon als jij in het bos loopt en plotseling staat een grizzlybeer voor je. Dan loop je de 100 meter in 10 seconden hoor. Dat kan helemaal niet. Maar je lichaam gaat een stof aanmaken. Waardoor je iets kunt wat je normaal niet kunt. Als jij bestookt wordt gewoon door overlevingsangst, bestaansangst. Gaat jouw lichaam stoffen aanmaken om jou te beschermen. En als het opgelost is, dan word je ziek. Dat is Germaanse geneeskunde. Je hebt iets opgelost. Gewoon, je hebt altijd rotwerk gehad en je bent 65 en je gaat met pensioen. Nou, dan word je ziek. Want je hebt iets opgelost. Dan ga je naar de dokter en die zegt van, hey, je hebt vochtophopingen en je hebt tumoren. Want daar uitzicht dat in. Want die stof moet afgebroken worden. En dat uitzicht in tumoren, dat is dan een doodvonnis en dan ga je dood. Terwijl je eigenlijk moet omarmen en zeggen, dankjewel, ik wil het oplossen, ik doorleef het. Dan is het klaar. Vroeger, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, had je epidemieën, tuberculose. Gingen mensen naar herstellingsoorden in Davao, die doorleefden hun ziekte. Maar vandaag de dag, dan krijg je de diagnose kanker. En als je hem doorleeft en omarmt, dan brengt het je verder. Ja. Ja, dus dan wil je ook zeggen dat je lichaam één is, ja, met de aarde. Ja, dat is ook zo. Dus hoe zet ik dit in de wereld? Toen dacht ik van, ik stel het beschikbaar, je kunt het uitprinten. Dus ik heb nu een documenten, drie pdf's. Eentje met nummers, symbolen met nummers. En daar zit een lijst bij voor wie het interessant vindt. Het ene symbool staat voor het waterrijk en het andere symbool staat weer voor het dierenrijk. En dus is een plaatje, dat kun je uitprinten en die kun je klassificeren. En nou, doe ermee wat je wil, dat is gratis. Als je er wat op zet, dat neemt ogenblikkelijk die energie aan. Als je hem bij je draagt, als je hem verkleint, je kunt van die kleine plaatjes, zijn van die kleine roestvrijstalen plaatjes, die kun je bij mij kopen voor 15 euro. Als je die bij je draagt, dan neem jij die waarde aan, die bovenswaarde. En dat, eigenlijk is dat jouw bescherming. Gewoon, want dan kunnen ze met 5G of weet ik wat, gewoon jouw bovenswaarde wel omlaag proberen te halen. En door allerlei angsten aan te praten. Maar als jij sky high zit, dan deert jou dat niet. Welke reacties heb je van mensen teruggekregen? Ja, dat is echt bizar. Van mezelf weet ik. Ik ga nooit naar een dokter, en want ik ben nooit ziek. Ik ga ook niet naar een tandarts. En dan doet mijn kiespijn. Dan hou ik dat plaatje tegen mijn wang en dan gaat het tintelen. En dan trekt het weg en dan komt het ook niet terug. Dus ik weet het wel, maar ik denk, ja, gewoon, misschien werkt dat alleen bij mij zo. Maar ja, goed, ik had die bewustwordingsbeurs, had een hoop mensen plaatjes bij mij gekocht. En 5 dagen later, op een zaterdag, de zaterdag erop, was ik in Waaland, had ik een lezing. En er waren ook een hoop mensen wie in Zeist waren geweest. Er waren 5 mensen. Dus ik ben met mijn verhaal bezig en op een gegeven moment staat er een man op. En hij zegt van, mag ik wat zeggen? Ik zeg, nou, vertel. Hij zegt, ik heb dit plaatje bij jou gekocht. Ik loop al 15 jaar lang, loop ik kreupel en altijd pijn in mijn rug. Altijd pijn, altijd pijn. En ik loop met dat ding in mijn achterzak. Ik heb nergens last meer van. Ik zeg, ja, nou, dat is wel fijn voor je. En een ander zegt weer, die heeft weer last van zijn maag of slaap beter. En weer een ander zegt, ik was niet ziek, ik ben niet ziek. Maar het is net of alles nou naar me toe komt. Gewoon wat
anders nooit niet vanzelf ging. Het is net of alles vanzelf gaat. Mensen moeten het zelf maar ervaren. Gewoon, het is gratis beschikbaar. Papieren versie doet net zoveel als ook al maak je het plaatje van goud, geometrie gaat om de vorm. En de grootte waarmee je het maakt, dat bepaalt de uitstraling, hoe ver het uitstraalt. Dus niet hoe krachtig het is, maar hoe verder het uitstraalt. Als je hem 2 meter maakt, 2 meter uitprint of op A0 uitprint, dan kan dat wel tot weet ik hoeveel kilometer verrijken. Waar kunnen ze deze vinden? In het document wat ik bij lezingen verstrek, daar staat het in. Mag ik het eventueel op de site zetten? Ja, heel graag. Je mag alle lezingen wie ik geef, hè, over hennep, over energie en over elektrocuur en geometrie. Dat zijn hele kleine linkjes, docdroids noemen ze die. Dan kun je het ook heel makkelijk delen op Facebook. Ja. Of op sociale media. Zelf heb ik geen toegang tot sociale media. Ik vertel dingen wat ze niet willen horen. Dus op een gegeven moment normaal hoor ik wel eens gewoon, dan krijgen mensen waarschuwingen. Of dan word je een tijdje geblokt. Nou, bij mij was in één keer alles weg. En ik heb daarna laten zoeken, dat gebeurt alleen op aanwijzing van inlichtingendiensten. Ja. Dus vanuit Amerika. Zal ik het nu doen? Gewoon, ik deel het met mensen. Deze plaatjes, mensen met honderdtallen kopiëren ze en delen het uit aan familie. Want je kunt het verkleinen, vergroten. Nou, en degene wie zeggen, ik vind zo'n plaatje leuk. Het punt is, dat moet ik er wel even bij zeggen. Die symbolen, die zijn wereldwijd beschermd. Dat is best wel duur geweest. En dat hebben we gedaan, niet zozeer om daar nou zelf helemaal op binnen te lopen, maar dat ze, net zoals bij die bacteriofagen, zeg maar, dat ze zeggen van, nou ja, we hebben daar patent op, wat ben jij aan het doen? Dus dat hebben we beschermd. Dus een ding is nu, je mag die digitale versie, die mag je uitprinten, plastificeren en mee doen wat je wilt. Je mag het ook weggeven aan kennissen. Maar je mag er geen handel mee drijven. Bij ons kun je stickers, die plaatjes kun je bestellen, stickers kun je bestellen. Dus als mensen zo eentje willen, dan dienen ze bij jou te komen? Ja. De papieren versie, geplastificeerde versie, die doet hetzelfde. Gewoon mm-hmm. Dus laat daar even duidelijk over hebben. En met het geld wat ik daar eventueel mee verdien, loopt best wel heel hard, moet ik zeggen. Maar daar kan ik ook weer een nieuwe samenleving mee opzetten. Goede wat is dingen. Je droom? Ja, nou, zoals we zitten hier nu in Hart van Grollen, het centrum. Dat hebben we gebouwd met het doel om de ambachtelijkheid in het straatbeeld te houden. Omdat gewoon die grootgrutters, ja, die als je de ambachtelijke slager, groenteboer, bakker, daar is eigenlijk geen toekomst meer voor, zeker met deze energieprijzen. En hadden we een plan bedacht. Zoals je ziet, we hebben hier allemaal winkels met een heel groot plein in het midden. Omdat horeca en die winkels, de slager ook zijn maaltijd verkoopt. Dus je kunt het daar ter plekke eten. De bakker zijn broodjes en zijn ijs. En dat je daar ook een biertje bij. Groenlo is een plaatsje, daar heb je best wel veel activiteiten. Dus alles, als je dan samenwerkt, de horeca samen verbindt, ja, dan heb je een mooi bestaan. Maar dat is een beetje in het water gevallen, gewoon door die veroordeling van mij, omdat ik niks mag. Maar mijn grote droom is, gewoon, dit heet dan Hart van Grollen, om aan alle plaatsen zoiets neer te zetten. Dit is dan wel van ons, maar ik stel het beschikbaar voor mensen. Dat je een soort coöperatie hebt waar mensen lid van kunnen worden. Nou, ik noem maar wat, betaal een tientje in de maand. Maar dat tientje, dat kun je weer terugverdienen in de vorm van korting op de producten die je koopt. Dan wordt het van de mensen zelf. Dus dan zijn die volgende harten. Eigenlijk moet iedere plaats dan zijn hart hebben. Ik weet niet, waar wonen jullie in?
Sint-Oederode. Dus heb je het hart van Sint-Oederode, dat daar een centrum is, waar allemaal winkeliers zitten, of zoals, ik denk nu niet eens met winkeliers, maar boeren, waar boeren hun eerlijke producten aan de man brengen. En dat het dan van ons samen is. En uiteindelijk, in mijn ideale wereld, daar bestaat geen geld meer. Dan werk je als dienst aan de samenleving, in plaats van dat je werkt van, om te overleven. Zo ziet volgens mij de nieuwe wereld eruit. Als je daar een beeld over wilt vormen, want iedereen die denkt dan van, ja, goed, hoe ziet het er dan uit? Ik heb het boek De Samenleving in 2015 van Christopher Fassing. Die heb ik in 2012 een keer gekregen van een vriendin. En ik, bij alle verjaardagen waar ik kom, dan vertel ik dat verhaal. En dat gaat over hoe die nieuwe wereld zonder geld er dan uit gaat zien. Het is namelijk zo, en dat is nu al gaande, wat er gebeurt is gewoon dat je intuïtie omhoog gaat. Mensen gaan onbewust, weten ze van dat klopt of dat klopt niet. Als je dan bij de action loopt, want als je nu naar de action gaat, dan kom je met dingen thuis en dan denk je, ja, god, wat moet ik er eigenlijk mee? Maar ja, voor dat geld kun je het ook niet laten liggen. Misschien heb ik er nog wat aan. Maar als je dat ziet, het is zo goedkoop dat je het helemaal niet meer voor kunt stellen. Dat is sowieso met kinderarbeid op een niet goede manier tot stand gekomen. Het komt ergens uit Verwegistan, is met schepen hier naartoe. En mensen gaan dan onbewust voelen van, nee, dat klopt niet. En waar geen markt voor is, dat verdwijnt vanzelf. Zeg jij dan eigenlijk dat bewustzijn, de droom van bewustzijn zal zorgen dat er... Ja, die zorgt ervoor gewoon, dan kun je wel een plofkip in het schap leggen, maar die zullen mensen niet kopen. Ja. Gewoon omdat ze weten, dat is niet goed. Dan reguleert het zich vanzelf. En uiteindelijk, er zal nog wel een tijdje geld bestaan. Want het boek, dat heet De Samenleving in 2015, dat heeft hij geschanneld gekregen. Wat er nu gebeurt, dat waren ze 10 jaar geleden ook al van plan. Hè? En toen met de Mexicaanse griep en met de bankencrisis. Toen zou het ook gebeuren. En toen hebben ze dat recht weten te zetten. En als je in die tijd had gezegd, je moet geld betalen als je geld op de bank hebt staan. Dus negatieve rente, hadden ze je niet geloofd. Nee. Nee. Daar kun je niet... Nou, dus zo hebben ze dat nog weten op te dekken. Maar wat er gebeurt is, dat geld, die geldbubbel, dat gaat vastlopen, dat gaat stoppen. Daarom willen ze ons nu ook met allerlei digitale dingen, proberen ze toch nog die invloed en die macht op ons uit te... En dan met digitaal geld, iets wat niet bestaat. Met idee dat je anders niet meer kunt reizen, digitale paspoorten. Dat is een enige middel dan nog, omdat geld verdwijnt. Of de waarde van geld, in goud of zilver uitgedrukt, dat gaat verdwijnen. Amerika is zo failliet als ik weet niet wat, die heeft een schuld... Dat kun je niet eens meer over zoveel nullen. En dan is de petrodollar, daar houden ze zich nog een beetje aan vast. Daar ontlenen ze hun macht af. Maar ja, je hebt nu die BRICS-landen. Amerika, die gaat failliet. Dus het is nu wel heel belangrijk om voor je eigen waarde te staan. Juist. Hier voor de waarde die voor in het belang is van de mensheid. Ik zeg alleen maar hoe ik het doe. Ik kijk naar een toneelspel. Dat is best soms hilarisch. Hè? Wat ze ons allemaal proberen wijs te maken. Hè? 9-11. Gewoon iedere wie een beetje verstand heeft van bouwkunde, architecten, constructeurs, iedere timmerman, die weet wat daar gebeurd is. Dat je alleen maar een gebouw stort in elkaar en je houdt alleen maar stof over. Ja, dat kan niet, hè. Dus die gebouwen zijn wel in elkaar gezakt, maar dat hebben ze hebben met frequenties gewerkt. Stof dematerialiseert. Je kunt niet, er zitten stalen balken van 4 meter massief ijzer in het gebouw. Dan moet je toch een hoop verwrongen staal... Nee, je zag alleen maar een hoop stof. En bovenop die stofhoop, daar ligt het paspoort van de kaper. Ja. Ja, dan denk je, hoe brutaal wil je zijn? Gewoon om ons dat wijs te maken. Je moet ook het hilarische er wel een beetje van inzien. En ervan uitgaan dat dat kwaad ook een functie heeft. Gewoon dat wij kunnen leren en dat wij het goddelijke in onszelf weer terug gaan vinden. Dat is ook een heel mooi proces. En ondanks dat het allemaal heel beroerd lijkt, wij bestaan allemaal uit dezelfde energie. Uit dezelfde liefde, zeg maar. Of prana, of hoe je het dan ook noemen wil. Bestaat alles uit, hè. En dat is liefde. En dat is God. Het godsbewustzijn.
En dat oordeelt niet. Wij hoeven helemaal niet te oordelen. We zijn allemaal hetzelfde. Die duivel die loopt ook het pad naar de bron. Ja, de een zal er iets langer over doen dan de ander. En al onze levens, we zijn allemaal dader en slachtoffer geweest hoor. Maak je me niks wijs. Kun je jouw reis dan samenvatten, wat nu je het erover hebt? Je begint nog meer te stralen, de zon begint te scheiden. Dus je wordt daarin geholpen. Maar dat je eigenlijk de reis die je hebt afgelegd kunt zien als een bergtocht, die jij al hebt gelopen in het verleden, maar eigenlijk als een grote bergtocht in de grote tijd van jouw leven. En dat je de top gaat bereiken. In die zin niet de top vanuit ego, maar vanuit dat je je doel gaat bereiken, wat je hier op aarde neer wil zetten. Ja, ik heb ook een hogere zending. Maar goed, maar ik wil het geen Hans Kamperman dingetje maken. Gewoon deze symbolen zijn super belangrijk. Gewoon, en die zijn er nu. En dan doe je ding. Daar hoeft mijn naam niet per se aan gekoppeld te worden. Nee, maar iedereen mag dus zijn eigen bergwandeling lopen. Ja, ja. Uiteindelijk gewoon het proces wat we lopen, is dat we in gaan zien gewoon dat wij goddelijke wezens zijn. Gewoon dat de godsgeest in ons zit. Is ook officieel die Romeinse letters, Yahweh, hè? Als je dat numerologisch vertaalt, dan kom je op een 8. Dat is oneindig. Oh ja, de infinity. Ja. En die code die is gedetecteerd gewoon in ons DNA, hè, door wetenschappers. Het zit in ons. Gewoon als wij gaan beseffen gewoon dat wij de goden zijn, dat wij de creators zijn, we moeten gewoon beginnen. En niet zitten wachten. En iedereen op zijn eigen pad. De een kan iets meer doen dan de ander. Maar ga het beseffen gewoon dat je creëert met je gedachten. En de gedachten visualiseer je. En als je je daar bewust van bent, dan ben je ook bewust gewoon dat je echt alles zelf doet. En als je door wat voor een reden, om financiële reden, toch in zo'n situatie blijft, ja, nou, dan is dat een keuze. Nou, dan is je leven een hel. Maar er wordt ook altijd, er kan ook worden ingegrepen. Want je wilde een keer een tocht gaan lopen om de 8000 meter te halen. Ja, ja. En toen hebben ze gewoon gezegd, dat ga je niet doen. Ja, wat was er toen gebeurd? Ik had net een beklimming, een geslaagde toppo van Merapiek in de Himalaya afgerond. Dus ik ben weer thuis, was 6 weken weg geweest. En mijn kameraden van de tourclub, van de fietsclub, die bel me op. Van, nou, we gaan motorbiken en ga je mee? Dus ik 6 weken niet gefietst. Dus ik grijp mijn motorbike uit de schuur en weg. Maar onderweg merkte ik al, het liep niet helemaal lekker. Mijn derailleur die deed het niet. En we zijn aan het fietsen, we zitten op zo'n zandpad. En waar je dan de harde weg oversteekt, dan zetten ze paaltjes op dat zandpad. Gewoon dat er geen auto's in rijden. Ja, ja. Van die stalen paal. Dus op een gegeven moment, ik zit tegen de derailleur aan te trappen. Hij schakelde gewoon niet goed. En daarvooraan roept iemand, want we reden inmiddels al tegen de 40. Hey, paaltje, weet je wel. En met dat ik het hoor, ik rijd dat hele paaltje, rijd ik finaal eruit. Heup gebroken. En ik had me opgegeven, mijn droom, dus daar stond ik al voor ingeschreven voor de Show You. Dat is mijn droom was altijd een berg van 8000 meter beklimmen. De Show You is eigenlijk de makkelijkste. Maar ja, heb je dan toch een 8000er op je... En daar stond ik voor ingeschreven, maar ja, met een gebroken heup gaat dat natuurlijk niet lukken. Dus ik moest me daarvoor afmelden. En die expeditie, dat is echt helemaal verkeerd gegaan. Ronald Naar, de bekendste expeditieklimmer van Nederland destijds, die is daar overleden. En niemand heeft de top gehaald. 1 grote drama. Mezelf kennende, als ik daar wel bij was geweest, dat zit gewoon in me. Ik ga echt tot de grens. Dat kon voor mij ook wel eens een keer afgelopen wezen. En dat ze gewoon gezegd hebben, we trappen hem gewoon van de fiets af. Gewoon, dan hoeven we hem in ieder geval niet op die berg te redden. Ik ben al wel 5-6 keer in situaties geweest, gewoon dat ik eigenlijk niet had kunnen overleven. Die Danielle Vorder, waar ik dan wel eens kom, of wie me dan begeleidt ook met die symbolen. Die heeft het vermogen in mijn levens te kijken. En die heeft me wel eens gezegd, want ik ben er nooit iemand tegengekomen wie zo beschermd is als jij. Ze zegt ze van, ken jij die film The Matrix? Ja, ja. Ze die Neo, daar schieten ze op, hè. En die kogels vallen gewoon voor hem neer. Ze zegt, zoiets moet jij je ook voorstellen. Je hebt zoveel
zoveel om je heen. Voor mij geeft het ook aan, als je heel erg beschermd bent, dan moet je mensen iets brengen. Mijn ding is mensen onafhankelijk maken. Gewoon met energie, met geneeskunde. Ik heb hier in mijn centrum, dat Hart van Groningen waar we hier hebben. Ik heb hier een multiwave oscillator. Daar kun je tussen gaan zitten. Dat laat je lichaamcellen weer op hun natuurlijke niveau trillen. Dat het lichaam zelf weer gaat genezen. Ik heb een Rife-lamp, een Rife-plasmalamp. Dat doet ook, dus allemaal frequentiedingen. Ik heb hier zelfs een originele Willem Rijkkast. Daar kun je in zitten, er is een luikje in, dan kun je naar buiten kijken. Mensen genazen daar, die gingen daarin zitten. Er zit ook geen stekker aan, hè? Dus het is puur de materialen, die kast waar je in zit. Willem Rijk is de uitvinder van orgonenergie. Hè? En die mensen genazen. Nou, mensen mogen voor mij hier gratis in zo'n ding gewoon ervaren. En dus ik wil mensen helpen met frequentie. Frequentie is de genezing van de toekomst. En dan kunnen we zeggen, medbeds. Dus je hebt een hele hoop mensen die zitten op medbeds te wachten. Maar ja, ze zijn er nog niet. Maar ga dan in ieder geval dingen doen wie er wel zijn. En preventie. Ja. Zorg dat je... En voeding, hè, met dat elektrocultuur. En industrialisatie van de hennepplant. Dat zal moeten gebeuren. Die chemische multinationals, van die chemische industrie. Wat er nu aan de gang is, ook met vaccins. Dat ze anders DNA zitten te sleutelen. Dat ons voedsel genetisch gemanipuleerd wordt. Dat is echt misdadig. Gewoon dat maïsplantje, gewoon die akkers, die gele akkers die je dan in het voorjaar tegenkomt, wat maïs gezaaid wordt. Dat maïsplantje van Monsanto, dat is resistent voor dat glyfosaat. Dus alles gaat dood, behalve het maïsplantje. Daarom groeit hij zo hard. Maar verder is alles dood. Wij eten dat maïsplantje, dat zullen we recht moeten trekken. Ja, dit is al een heel goed initiatief. Om de zaadjes van bewustzijn, dan zie ik zoiets ook als zaadjes van bewustzijn, om mensen te helpen om dichter bij zichzelf te komen. Maar na die uitzending ben je hak op de tak. Ja, dat heeft bij mensen enorm aangeslagen. Ik word nu wel heel erg gehoord, moet ik eerlijk zeggen, wat in het verleden niet zo was. Maar op de andere kant, een beetje minder mag ook wel. Je blijft bescheiden en dat zie je. Het is ook geen verdienste. Ik moet dit gewoon doen. Dat is gewoon een hele diepere... Dat komt omdat ik intuïtief leef. En dat is dit ook. Ik verdraag ook geen onrecht. Ik noem maar dat iemand op straat in elkaar geslagen wordt. En er lopen mensen met messen bij. Dan loopt iedereen verder, hoor. Ik ken gevallen gewoon dat vrouwen op straat verkracht worden. Gewoon dat iedereen doorloopt. Ja, dat lukt me niet. Nee. Dat lukt me gewoon niet. Je laat het menselijke zien dat je... Ja, nee, maar dat is geen... Ja, je kunt zeggen dat is mooi, maar ik zou ook wel eens willen dat het iets minder was. Zo zit ik in elkaar. Gewoon, en daar heb ik soms ook wel last van. Waarom moet iedereen je nou aardig vinden? Ja, dan kom je er toch achter gewoon dat je gevoel van eigenwaarde dan niet al te hoog is, moet ik zeggen. Ja. Maar die drive dat je iedereen maar wilt helpen. Bas in mijn leven van de gold diggers en mensen wie... Ik ben echt miljoenen kwijtgeraakt. Gewoon van mensen wie mee... Die trek ik aan. En dat doe ik zelf. Daar ben ik me steeds meer van bewust. Hans Kampelman, die is met vrije energie bezig en die komt me dat wel allemaal even brengen. Ik krijg nog bijna een grote mond dat ik het nog niet gebracht heb, bij wijze van spreken. Ik denk, ga zelf ook eens aan de gang. Als je van jezelf houdt, eigenlijk is dat het belangrijkste. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen nog het grootste kunstje is in het leven. Ja, om van jezelf houden. Ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Hoe open en eerlijk jij het zegt. Want je bent heel bescheiden. En door jouw bescheidenheid, dat vinden mensen ook aantrekkelijk. En van de andere kant komen er waarschijnlijk ook mensen op af die dan voelen van... Oh, dan kan ik misschien iets halen of weet ik het wat. En dat je ook in je kracht mag gaan staan. Dat je zegt, ja, ik ben trots op dat ik dit heb mogen doen. En ik doe het met liefde. Voor mij is het is geen verdienst, want het is een draai. Ik moet dit doen. Ik kan niet anders. Ook al zou ik niet willen doen. Ik begrijp helemaal wat jij bedoelt. Waar ik ook echt een probleem heb. En nu, dat begint nu weer een beetje, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook in die periode toen ik in Haag zat. Dus wat er gebeurde is, na die sprong. Dit tijd zat ik nog op Facebook. Nou, maximaal aantal volgers, zogenaamde vrienden van 5000. Maar die zien jou als een soort Jezus.
Ja. Maar daar zit ik niet op te wachten. Ook die persoonsverheerlijking, daar hou ik echt niet van, hoor. Dit is mijn taak, ik moet dit doen. Doe je voordeel mee. Ik zeg, mijn kinderen, heb ik wel eens ooit gezegd, daar hebben ze een prijs gewonnen. Dan zijn ze blij, hebben ze een keer de eerste prijs gewonnen. Dan hebben ze een keer een troostprijs gekregen. Ik zeg, waar heb je nu het meeste van geleerd? En dan wijzen ze allemaal naar die troostprijs. Want het gaat niet om prijzen, maar het gaat gewoon om ervaringen. En, en daar is het, maakt het zo schitterend. En ja, het siertje dat je het zo mooi en ook kwetsbaar vertelt. En dat je zo open bent. En, ja, maar ik word ook heel erg geholpen, hoor. Gewoon, want normaal, gewoon wat ik allemaal over me heen heb gereden, dan ben je al 10 keer 4, hoor. Ja, ik heb zelfs een idee dat mijn hele, van begin tot eind, ik kan dan weer, omdat die wet van de vrije wil bestaat, ik kan wel een beetje links en rechts heen en weer switchen, maar dat mijn hele leven gewoon, dat het uitgestippeld is, hoor. En dan krijg je eigenlijk bijna zo'n idee dat je van boven bestuurd wordt. Er zit iemand boven van. Zo'n idee. Nou, ik weet niet of je dat nou moet willen. Allemaal, dank je. Ja. Dankjewel voor dit hele mooie gesprek. Ja, openhartige gesprek. Je hebt een hart van goud en dat bedoel ik op de goede manier dat je gewoon ook jouw ding doet en jouw leven leeft op deze bewonderenswaardige wereld. Ik ben er wel trots op dat ik uit dat dal waar ik toen in zat, dat ik er uitgeklommen ben. Ondanks, want ik zat echt, ze pakken je alles af gewoon. Jouw veerkracht is wel enorm op de proef gesteld. Ja, en waar ik nu sta, als ik nu terugkijk, ik had het ook niet willen missen. Dit heb ik gewoon nodig gehad. Ja. Om te brengen waar ik nu sta. En de nieuwe wereld mee te realiseren. Ik ben er ook 100% van overtuigd. Ik ben echt super optimistisch, hoor. Gewoon, dit gaat helemaal goed komen. Ondanks dat het wel niet zo lijkt. Maar dit gaat gewoon helemaal goed komen. Ja, ja. Komt tijd, komt raad. We dienen ons. Ja, ja. En iedereen mag zijn eigen steentje daaraan bijdragen. Dus. Hans, dankjewel. Ja, super. Graag gedaan. Jo. En pa, jij ook, hè. Alles staat erop. Dus, dankjewel, lieve mensen, voor het kijken naar dit hele mooie, openhartige interview. En ja, ga voor jezelf na hoe je je eigen reis kunt lopen en net als een berg beklimmen, hè, dat je de top kunt bereiken. In ieder geval die top, dat je je doel kunt lopen in dit leven en dat je loopt waar je voor hier bent. Zonder je ergens van aan te trekken wat anderen van je vinden en dat je gewoon vanuit je hart handelt. Wil je nog de documentjes downloaden? Je kunt me een mail sturen of ik zorg dat ze op de website staan, dat je ze gewoon gratis kunt downloaden. En dan zouden we het enorm waarderen als je dit interview met anderen wilt delen. Vanuit het hele mooie Grollo, de terugreis zal korter zijn dan de heenreis. Ik wens jullie al het goeds toe. Bye bye. Who needs love? It's too much trouble for some.